Uitwendige hartmassage en defibrillatie, een stroomstoot, was tot 67 niet mogelijk. Dus alle mensen die een hartstilstand hadden overleden. Toen we net dus de reanimatie mogelijk was geworden, hadden we een 44-jarige patiënt die een hartstilstand kreeg. En ik was hoofd van het reanimatieteam en we hebben de patiënt gereanimeerd, een paar keer een stroomstoot gegeven, gedefibrilleerd. En na 4 minuten kwam hij bij. En voor ons was het allemaal ontzettend nieuw. En we waren erg tevreden dat die patiënt teruggehaald was, want dat was nog onbekend in die tijd. En de patiënt was heel erg teleurgesteld. En sprak over kleuren, over licht, over muziek en over prachtig landschap. En ik zeg altijd, ik ben het nooit vergeten, maar ik heb ook niets meegedaan. Je bent druk met specialisatie, je bent druk met een jong gezin, met kleine kinderen. Dus dat was niet direct dat je aan het denken werd gezet. Het enige wat ik heel goed besefte, is dat het niet kon. Nee, want in de medische opleiding heb je geleerd dat bewustzijn een product is van de hersenen. Dat betekent als je bewusteloos bent door het wegvallen van de bloeddruk, van de bloedsomloop, van de ademhaling, dan ben je bewusteloos. En er is een ervaring van een verruimd bewustzijn volstrekt onmogelijk. Maar dat ben ik later pas gaan beseffen toen ik in 86 een boekje las van George Ritchie, Terugkeer uit de dood, Return from Tomorrow, waarin hij een zeer uitgebreide bij de doodervaring beschrijft. Toen hij als medisch student in 1943 overleed aan een dubbele longontsteking. Er waren nog geen antibiotica voorradig voor studenten. Dus hij ging dood. Zijn lichaam werd met een laken toegedekt en het verpleegkundige was zo opstandig dat die medisch student was overleden, dat hij de dienst door de arts wist te overtuigen om een adrenalinespuit rechtstreeks in een hart te geven, wat volstrekt ongebruikelijk was. En zo kwam hij na 9 minuten bij. Hij had nog moeite om zijn lichaam te vinden, omdat er een laken overheen lag. Dus hij herkende zijn hand met de fraternity ring. Dat is zo'n studentenvereniging ring. En toen wist hij dat het moet mijn lichaam zijn. Hij heeft een zeer indrukwekkende, uitgebreide bijna doodervaring gehad. En dat was het moment eigenlijk dat ik voor het eerst wat last van bijna doodervaring. Ik had het boek van Raymond Moody uit 1975. Life After Life, Leven uit het Leven, ook nooit gelezen. De term bijna doodervaring is door Raymond Moody uitgevonden, zeg maar. Maar daar had ik ook nooit van gehoord. Dus door dit boek van George Ritchie ben ik eigenlijk systematisch aan mijn mensen, aan patiënten gevraagd die succesvol waren gereanimeerd of zich iets konden herinneren van een periode van bewusteloosheid. En tot mijn niet geringe verbazing had ik in 2 jaar tijd 12 verhalen van mensen, van de 50 mensen die ik het heb gevraagd. Dus 50 mensen die succesvol waren gereanimeerd. En toen kwam eigenlijk mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid, want ik had geleerd dat dat niet mogelijk was. Dus de vraag was, hoe is het mogelijk? Dus dat was eigenlijk het begin van, nou, is er een verklaring waarom mensen tijdens een hartstilstand zo'n helder bewustzijn kunnen ervaren met de mogelijkheid van waarnemen, met emoties, met helder nadenken, met een terugblik op het leven, soms een vooruitblik, een wezen van licht ontmoeten, met ervaren van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Het thuisgevoel, hier hoor ik thuis, hier kom ik vandaan, bij wijze van spreken. Het ontmoeten van overleden dierbaren, soms een vooruitblik. Soms het ontmoeten van een grens, dat je weet, als ik er overheen ga, kom ik niet terug. En dan vaak een stem, of soms een wezen van licht, of een overleden dierbare die zegt, het is je tijd nog niet, je moet nog terug. Je hebt nog een taak te verrichten en dan komen ze weer bewust terug in het lichaam, wat ze vreselijk vinden. Je zit opnieuw in dat lichaam met alle pijn van het hartinfarct, van het auto-ongeluk, allemaal gebroken armen en benen of een hersenschudding. En het lichaam lijkt wel veel te klein te geworden voor je verruimde bewustzijn wat je had. Dus de terugkomst is verschrikkelijk. Dat is ook de reden dat die eerste patiënt die we spraken helemaal teleurgesteld was dat hij terug was, want ze willen helemaal niet terug. Je hoort pas die verhalen als je ernaar vraagt als arts. Want ik heb dus tussen 69 en 86 nooit de verhaal gehoord, want ik vroeg er niet naar. En de meeste artsen vragen er nog steeds niet naar, dus die kennen het verschijnsel van bij de doodervaring niet, omdat mensen dat niet spontaan gaan vertellen. Of als ze het spontaan vertellen, worden ze niet geloofd. Oh, hallucinatie, bijwerking, medicijnen, hou maar je mond, hier heb je een spuitje. En dan houden ze verder ook de rest echt hun mond. Maar je hoort nooit dezelfde verhalen. Het is altijd een heel emotioneel verhaal wat mensen met grote terughoudendheid met je delen.
waar ook geen woorden voor zijn. Dat als ze klaar zijn met het verhaal, zeggen ze, maar het was eigenlijk anders, want er zijn geen woorden voor. Probeer maar eens woorden te vinden voor je diepste emoties en je diepte gevoelens. Dat schiet tekort. Op het moment dat je het in woorden vat, zeg maar, dan gaat, lijkt de essentie wat tussen je woorden uit te slippen. Dus het zijn altijd hele emotionele verhalen waar ik altijd door geraakt werd. Dus het is nooit hetzelfde verhaal. En het is voor mij wetenschappelijk gezien de uitdaging. Hoe kan het dat mensen dit soort emotionele indringende verhalen kunnen vertellen op het moment dat ze zo diep bewusteloos zijn geweest? En dat was de reden dat we in 1988 een onderzoek starten.